40 jaar naaktmodel. Daar krijg je zitvlees van. Ze is het meest geschilderde naaktmodel van het noorden en een muze voor de kunst. Zij is gewoon iemand die ook haar eigen visies heeft, ook op esthetica, laat ik maar zeggen, wat is mooi en wat is minder mooi en waarom. Nou ja, ik geloof dat ze de hele straat tot aan het eind van de Boteringenstraat wel vol kunnen hangen met de schilderijen van Geke. Want die is zo ontzettend veel geschilderd. Dat is gewoon uniek eigenlijk in Groningen. Ja, kijk naar Geke. Ik bedoel, ze zit hier weer als de koningin van het atelier. In galerie Forma Actua in de stad wordt Geke haar 60ste verjaardag gevierd met een heuse overzichtstentoonstelling. 60 schilderijen van bekende kunstenaars. 60 keer Geke en niet alleen naakt. Jaar al trekt ze haar kleren uit voor de kunst. Ze weet nog goed hoe het begon. Toen kwam ik als 16-jarig meisje op Minerva. Daar kwam ik een docent tegen, Wout Muller. En die zei, je bent mijn vlees geworden fantasie. En ik dacht, ik denk het niet. Want ik kom uit Friesland en 16, want ik had billen. En die heeft toen gevraagd of hij mij mag schilderen. De rest is geschiedenis. Maar de jaren gaan u wel tellen. Ik word natuurlijk ouder en het wordt gewoon moeilijker. Zwaarder, eerder spierpijn, eerder... Een echte Geke doet het tegenwoordig goed op de kunstmarkt. Alleen het model zelf houdt daar niet veel aan over. Maar Geke voelt zich een bevoorrecht mens. Ik ben een heel rijk model, omdat ik heel veel mooie dingen heb zien ontstaan. En ik heb waanzinnig fijne mensen ontmoet. Dus mijn rijkdom zit in mijn hoofd. Maar qua geld ben ik nog steeds een arm model. Maar goed, ik heb het voor de kunst gedaan. En kijk, het resultaat is toch fantastisch.